Hallo. Hoe heet u? Huub de Graaf. Huub de Graaf. En wat doet u hier? Nou, ik heb vandaag geassisteerd en meegefietst in de organisatie van een senioren triathlon. Oké. En hoe was het? Ja, super. Heel mooi weer. Ruim 200 deelnemers. Die hebben ook gezwommen, gefietst en gewandeld. Was het zwaar? Nou, niet echt. Het was geen wedstrijd, hè? Ja. Ja, en dit was het. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Ja. Wat is uw naam? Hey, ik ben Kim van het Verlaat. Ik ben zelf triatlete, woon in Spijkenisse. En ik sta hier voor Athlete Sports World, mijn sponsor. Dus een beetje sfeerproeven hier. Welke heb je tot nu toe het spannendst gevonden? Wedstrijd bedoel je, die ik zelf heb gedaan. Ik denk in Jersey Super League Triathlon, toen ik daar startte in Engeland. Dat vond ik wel echt een van mijn spannendste wedstrijden ooit. Ja. Wat verkoopt u in een winkel? Hier bij Athlete Sports World eigenlijk van alles. Triathlon, van skaten tot triathlon, eigenlijk ontzettend breed assortiment. Wil je een zwembroek, kan je hier voor een zwembroek komen kijken. Maar wil je sportrepen, dan ben je hier ook op het goede adres. Dus eigenlijk van alles wat. Ik ben Lien en we gaan nu de mensen van het elite gedeelte interviewen. Waarom bent u hier? Nou, omdat ik het leuk vind om te helpen bij de triathlon. Heeft u zelf wel eens meegedaan of bent u dat van plan? Nou, ja, ik heb wel eens meegedaan. Ik zou dit jaar ook meedoen, alleen ik moest uitvallen vanwege een blessure. Dus dit jaar doe ik niet mee. En stel, u zou meedoen, wat zou u dan gaan doen? Nou, ik doe meestal mee met de Three Together, voor de halve triathlon. En dan doe ik, weet je, dan moet je met z'n drieën doe je een halve triathlon. En doet iemand het zwemmen en iemand anders doet het fietsen. En iemand het hardlopen. En ik doe meestal dat hardlopen. Dat is 21 kilometer hardlopen. Zo. Nou, dat was het. Bedankt. Oh, no. Wait, what? Bruh.